tijd om te zwemmen! Welkom bij weer een nieuwe vlog. We hebben een hele leuke dag voor de boeg. We zijn namelijk uitgenodigd op Preston Palace om hier een dagje al in alles te beleven. En dat is nogal wat. We gaan jullie vandaag meenemen in alles wat hier te doen is. Dus leuk dat je kijkt. Preston is hier naar binnen. En Tableton. Preston Palace is dus een all-ink formule met restaurants, midgetgolven, zwembad, kermis, alles onder één dak en alles inclusief. Dus echt een hele dag amusement voor het hele gezin. Juist de laatste jaren zijn ze heel erg op gezinnen gericht, dus de kinderen wilden heel graag weer een keer terug. Het is nu 12 uur, dus we gaan eerst even lekker lunchen. Dat kan op heel veel verschillende plekken, dus we gaan er eentje kiezen. Het hangt dus in de hal. Dat is best wel leuk om te zien, want dit gebouw is vroeger dus het Prinses Irene ziekenhuis geweest. Het is helemaal omgebouwd. Maar ze hebben de geschiedenis een beetje hier zo in kaart proberen te brengen. Dat zie je hier van de jaren 80. En dan de jaren 90 komt Preston Palace hierin. En nu is het omgebouwd tot wat het nu is. Om te zwemmen! Ja. Zwemmen! We hebben een drankje gehaald bij de bar en nu gaan we richting de kermis. De kinderen kunnen niet wachten. Ik wel, maar we gaan toch op naar de kermis.
lekker gespeeld in de Speelotheek. En hiernaast de Speelotheek zit een nieuw stuk, Speedway Game Hall. Dus daar gaan we natuurlijk heel eventjes naartoe. Met drie jongens, inclusief Sophia, kunnen we die niet overslaan. Dus we gaan erheen. Leuke dag gehad, toch? Ja. We hebben genoten, we hebben alles gedaan wat we wilden doen. En nu is het weer tijd om te gaan. Maar dankjewel voor het kijken. En we hebben gesminkt. Ik heb nog iets leuks voor jullie. Want ik mag 6 keer intree voor een dagje Preston Palace weggeven. Dus net als wij kun je dan gebruik maken van het zwembad, van het eten, drinken heel de dag, bowlen. Superleuk. Dus kijk even op Instagram hoe je mee kan doen. Winactie is een week geldig, dus misschien is die al afgelopen als je dit ziet. Maar ik hoop dat je het op tijd ziet. Doe vooral mee. Leuk dat je hebt gekeken. Tot de volgende keer. En vergeet niet te abonneren. Doei! Doei.